hebben ze. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van DW Fishing Team. Yes, yes. Nou jongens, het was we zijn iets later dan gepland. Mooi. Ik moest 20 minuten rijden, maar ik wist niet waar Daniel was. De telefoon viel uit. Toen ben ik heel het meer rondgereden en rondgelopen. Ja. En het raarste stekje waar hij zou kunnen zitten, daar zat hij. Daar zat hij. We hebben hier al vaker gevist. Misschien als jullie het herkennen uit de video's van hiervoor. Kijk, mijn tentje staat er mooi. Ik heb mijn hengel zo behaast, alles op en aan. Ik kom uit mijn werk. Mooi keertje aan. Snel even een DW-pootje aangetrokken. De DW gerukspolo, dus het gaat sowieso geluk komen. Ja, ja, ja. En ik ga maar even snel mijn trooien pakken. Het zonnetje begint al een beetje laag te worden. En speeltjes pakken. Dan gaan we erin. Hé, maar we hebben goede omstandigheden. Dat is niet normaal. De wind staat vol op deze kant. We hebben volle maan vannacht. Dat betekent... Lekker windje. Bakkennacht. Bakkennacht. Morgen... 30 moet lukken. Morgen weer omstandigheden. Ja, we moeten sowieso vis vangen. Kom goed. Hoi. Nou echt, de watertemperatuur is echt wel super warm. Het is niet te geloven. De zomer begint een beetje aan zijn einde te raken. We hebben de wind. Hebben we echt vol gas op het kantje staan. Nou, dat kan de meeste zou je zeggen. Hebben we ook nog eens een volle maan. Volle maan betekent bakkennacht. Zoals jullie kennen van ons. De luchtdruk, die is ook lekker aan het dalen. Westenwindje, we hebben echt niks klaar vannacht. Echt, serieus. Als er vannacht geen vis uitkomt, eet ik mijn horloge op. Nou, ik heb zo'n 2 uur gewacht op deze jongen. Gewacht met mijn onderlijn inleggen. Wel vers geknoopt, maar daar heb je hem eindelijk. Ja, wel een tocht. We zijn er. Even een kleine snelle uitleg. Ik heb hier 1 rode en 1 donkere boiler in mijn hand. Wiets gaat een boiler kiezen op het moment dat hij kiest. Hij kiest de donkere, dan mag hij stack 1 en 3 kiezen. Of kiest hij de rode, mag hij stack 2 en 4 kiezen. Yes, nou, dan ga ik even hosselen. Hosselboy. Deze. Deze. Ja, stack 1 en 3 voor donker, jou. Nice. Ah, ik maak me niet druk om. Lekker. Allemaal stekken. Zijn ze allemaal met de hele vereniging aan het zeilen, aan het zelfvaren, weet ik hoe je het noemt. Is ietsje minder, want ik had verwacht, lekker rustig stukje, winst op de kant. Nu gaan we sowieso vis vangen. Maar, je kent het, DW Fishing Team. Daar moet altijd wel wat tegen zitten. Hier hebben we heel de familie Meerkoet. Nou, dan weet je ook wel hoe laat het is. 1 keer aasje droppen, met een beetje voer erbij. Binnen een kwartier is alles weg. Maar wie is aangekomen eindelijk? Mijn telefoon was liggen, ik had geen camera bij. En we gaan beginnen zou ik zeggen. Haha, ben ik in 1 keer omgekleed. Lekker joh. Nou, dit is dus hetzelfde water als waar we met Pilar zaten, ongeveer 3 jaar geleden. Werd wel een keertje tijd voor een reunie. We zijn weer terug op het water. Kijk, we zitten nu op een ander stuk. Je hebt echt super mooie stekjes hier. Kijk, oh prachtig. Zo, helemaal door de bush, door de rimboe. Kijk hier aan de overkant. Allemaal super mooie lelievelden. Ja, het is echt mooi geworden hier hoor. We hebben de omstandigheden ook mee zitten. Moet goed komen. Nou, hier gaan we vandaag mee vissen. De zon is een beetje onderaan het gaan. 2 tijgennoten. Maatje haak 6, vengtwister. Maatje haak? Haak maatje 6, vengtwistertje met erop een lijnlijntje. Nee, tungsten kikkertje. Tungsten kikkertje. Dan hoef je niet zelf te krimpen. Dat is zeker een voordeel. Poetie, tot de poetie gestript. De rest allemaal ongestript. Nou, kind kan de was doen. En moet je kijken, helemaal vol met takken. Ja. Oh, die haak zit er gelijk in. Gaat wel lekker soepel. Maakt niet. Dus vandaag vissen we ook met taklood. Taklood, hè? Hebben we dat eerder gezien? Nee, ik vind wel een takkenwijf. Takkenwijf. Om met de dieptemeter gaan we aanzetten. Ja, de Flexilar van Flexilar, kijk. We hebben ingebouwd, jongens. Kijk, we hebben hier een antennetje. Dan hebben we hier even het trappie. En als jij gewoon een normale nanotech hebt, of een anatech. Dan kan je hem hier zo, je ziet het, laten inbouwen. En dat gaat op basis van wifi signaal. Ja, kan je gewoon verbinden met je smartphone. Snap je, dat is lekker handig hoor. Ja, dat is handig. Nou kijk, wat doen we? Gewoon even 1 goede schep tijgenoten met het handje geschept. Best, kind kan er was doen. Het rigje gaat bovenop. En dan gaan we uitvaren. Dat is simpel zat. Yes. Jongens, bootje gaat te water. De eerste hengel gaat in. Er wordt een bakhengel. Het is kwart voor 9. Ja. Maar dat bemoei je niet. Dat werd een keertje tijd. Nou jongens, ik ga eigenlijk hetzelfde vissen als de vorige keer op deze stack. Ik heb hier 1 gezeten, ook 2 vissen, eigenlijk op deze montage. Een mooi chill rugje, een oranje pop-upje.
En dan even kijken hoor. Centimeter of 60 tot het zootje. 60 gram zootje. En dan, ja, that's it. Ga ik een beetje tijgernoten erbij voeren. In het voerbakje van de voerboot. Tijgernotenkopen.nl. En met je hen heb. Een beetje attractie te kweken. Dat is eigenlijk precies dezelfde manier als ik pas die mooie spiegel heb gevangen. Ik weet niet of die video online staat. Maar in ieder geval, anders komt hij nog. Ziek, ziek mooie spiegel. En ja, ik heb er eigenlijk gewoon veel vertrouwen in. Zeker op zo'n water waar veel gevoerd wordt, veel gevist. Hoef je niet altijd veel te voeren. Dus even met je, kijk met je voer voor die attractie. En ja, that's it. Dat is helemaal top. Gaan we doen. Jongens, je ziet het. Niet heel veel erin. Beetje hennep, een beetje tijgers. De readymates uit de potten. Tijgernotenkopen.nl. En dan hier het shotje. En zoals ik al vaak heb gezegd, hoe je een shot kan uitvaren. Heel eenvoudig, je doet erin het rood. Je ziet daar rechts in de hoek. In het bakje. En je onderlijn, die gaat er zo naast. En ja, dat ligt hij eigenlijk perfect. We gaan hem varen. Let's go. Yes. Nou jongens, je weet het misschien vanuit voorgaande video's. Maar zulke bospaadjes tussen de riet en zo, waar niemand vist. Daar leg ik graag mijn hengeltjes. Dus daar gaan we naartoe. Oude bosje, man. Yes jongens, mijn tweede hengeltje. Twee tijgernootjes, ready mates. Die gaan we in de opening varen van een eiland en en de kant, dus dat is mooi. We gaan ervoor. Yes. Als je het vuur ziet branden, dan weet je hoe laat het is. Dan weet je dat ik schone handen heb. Hey. Nou, heel slecht. Als hier het vuur branden, dan weet je dat de Engels weer. Eindelijk. Yes. Hoe laat is het inmiddels, Tieling? Ja, tijd voor beuren is. Dus kijk eens even. Uurtje of tien? Ik zou, kijk, oh lekker Michael Jackson jongens. Ik zou hem even voor de copyright pauze zetten. Ja. Ah, half tien, toch? Half tien. Eindelijk even eten. Hengeltjes liggen op scherp. Ik heb bizar honger. Ja, en waar zijn ze? Ja, kijk. Hoppa, morgen hamburgers. Kijk, lekker burgers. Ja, ja. Zo, dat was tijd gegeven. Ja, maar, ja. Ik heb echt trek, jongen. Dat is niet normaal. Eigenlijk eten en dan tijd voor pilsie. Voor een bak. En daarna een bak. Yes. Tien Dinkels. Yo, wie is van de studios? Wat is de stand van zaken? Het is 11:30, hoss. En we're waiting for the car, hoss. We gaan over een kwartiertje lekker slapen. En we hopen vannacht voor jullie een dikke bak te vangen. Zo niet. Ja, dan zien we die morgenochtend. Het is wel rustig, hè? Ja, het is echt heel rustig. En die vissers naast ons, die horen ook niet of... De wind is gezakt. Helaas, want de wind stond vol op onze kant. Maar vannacht gaat er één visje uitkomen. En zo niet, ja, dan zien jullie dat ook niet. Mensen, besef. Wij vissen keer op keer voor jullie. Maar geen vis is geen video. Dus al zitten we hier de nacht, dan vangen we niks. Ja. Ja, dus als je dit nu ziet, dan weet je dat aan het eind... Binnen deze video een vis komt. Dat weet je, hey. Een vis vangen. Is dat even mooi? Doe vast een duimpje omhoog. Yes. We strijden voor jullie. Ja, we strijden voor jullie. Zo is het. Gaat duim omhoog. Aan. Zo! Kijk, ah, tyfus. Daan Tiedink is echt net helemaal in de sleutel gevallen. Zo. Okay. Ja. Je schopt dus altijd piepen in het water. Hè? Ja, grappig. Ik sta helemaal. Moet je kijken. Volgens mij is het een blaas. Nee, hou je bek. Nee, zo kak. Hij is niet heel goed. Grap, ik ben helemaal in de blubber gevallen. Moet je kijken hier tussen. Oké, okay, helemaal stuk. Ja, zo! Die boom, ja, dat dopje zat nog op de kamer. Vieze pieper staat helemaal krom. Ik ben helemaal de sloot in gerend, hè? Ja, kijk, ik heb hier een obstakel. Een omgekapte boom. Ja, mooi. Dat is Daniel niet. Het is de eerste keer dat je op deze stek komt, zeg. Ja, Vieze zat op deze boom. En ik ren zo het water in. Moet je kijken. Echt, we lagen net in de tent, hè? Zo. En uit niets, hè? Ziek harde rug. Ik kom naar ze staan, pas op. Hey. Hey. Zo, mooi. Had ik echt niet verwacht. Op een tjotje. Ik wist het, deze stek, oranje tjotje. Ja. Tegen lelies, hè? Geheim. Geheim wapen. Ziek. Ja, dit wil je. Dit is wel lekker, hè? Wat getik. Ik zag net één keer al heel dicht bij de kant. Heel snel, ja. Bij de kant. En één stap best wel een grote schim. Ja. En toen ging hij weer weg. Nu is hij wakker. Kijk dan. Nou gaat hij. Nu gaat hij, hè? Zit hier veel 40's, hè? Oh. Kijk mijn witte schoen, kijk. Dit zijn die witte. Ja. Hij is even zwart. Oké, hij gaat de hoek om. Nou, ik ga even afstand nemen hier zo. Kijk, ik sta samen met Wietse op een boomstam. Midden in het water. Gaat goed? Kom Wiet, jet is. Moet hoor. Rap hem hoor, het mannetje. Toch wel mooi dit jongens. Echt, ik glijd bijna weg. Moet je kijken hoe ik erbij sta. Op een oude boomstronk. Kijk, lekker. Onder de top, die gaat hem even los. Ja, best wel veel power. Ook net van slapen gaan, hè? Ja. Zeg dat wel. Oeh. Zo, schoot hij los? Ja, vinnetje. Zo, dat is echt als een kut, hè? Ik schrok me dood, hè? Schiet hij zo van zijn vin of dan denk ik, nou, het is voorbij.
deze man s'nachts op de tjotrig. Ja, heel vaak. Echt keer op keer. Wij zeggen, dat gaat... Hij heeft er vertrouwen in, maar toch gaat hij gewoon. Wij zeggen altijd, dat gaat niet werken, niet. Dat gaat niet werken. Dus hij zegt visueel, beetje geur, maar... Maar toch staat hij met een kromme hengel. Zo tyfus, ik val er bijna in. Zo... Kut, kut, kut. Oh, het ging net goed. Kijk, hè? Pas op, man. Dan moet je kijken hoe je erbij staat. Ja. Oh, die kamer. Ja, de kamer, mijn nek. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, hij zit erin, hij zit erin. Ah, lekker, lekker pikken. Eerst is binnen. Netjes. Ja, staan we dan op de lekker. Fucking boomstam, hè? Kijk eens even, kijk wat er buiten is. Kijk eens even wat er buiten is. Ja, ik kan het niet verplaatsen hoor, vanaf hier, want dan lig je weer in het water. Ah, het valt mee. Ik... Ja. Oh, nou. 10 kilo? Misschien wel 11. Oh, lekker. Ik heb hier een mooie witte schoen. Dit is ook een witte schoen. Het was een witte schoen. Echt, ja, prachtig, prachtig. Ja, dat moeten ze wel doen, hè? Dus ja. Nou, die gaat er niet van houden, denk ik. Nou. Maar zo! Die is sowieso 10 kilo. Ja, ruim. Misschien wel 13 of zo. Hij is dik! Laat zien. Valt mee. Pas op, joh. Ja, ja, sorry. Ah, toch een dik jongen. 12 kilo? 12 kilo? Ja, zoiets denk ik. Op het randje raakt, jongens. Echt een papegaai? Ja, een papegaaitje. Het valt nog mee, maar... Ja, zelf geen schade toegebracht. Dat zeker niet. Beter, hè? Slechte haren. Maar toch, met een mooie karper. Ah, hij is... 11,8 à 12. Zie je? Ja, 11,8. 11,8, maar dan moet de mat er nog wel vanaf. 10,8. Ah, netjes. 10,8, toch, ja. Wel, toch wel even lekker. 22 keer 22 van pondjes. Hier is hij dan. 10,8. Op het oranje tjotje een beetje tijgers en hennen bijgevoerd. Compact voerstekkie. En zoals ik al zei, niet te veel voeren op die vissen, wordt hier al genoeg gevoerd. En hij pakt gewoon lekker een 1 aan beetje forceren. Helemaal top, harde run. Iets voor 12 is het. En zoals ik al zei, de DF Fish Team gelukkig hoodie. Eerste keer dat ik hem aan heb. En nog voor het slapen gaan gaat hij af. Hij is best lang, hè? Hij is echt lang. Mooie vis. Ik zal even een andere camera laten zien. Hij is echt een lange strijder. Ah. Dat is ook wel lekker sterk. Genietos, genietos. Los genietos. Ja, je doet het allemaal voor, jongens. Kijk dan, wat een plaatje. Hij mag wel gaan. Yes. Ja, de fotootje mag die lekker zijn inderdaad. Yes. Sterke strijden, het heldere water. Zo, fuck, een mooie kei, ja, weg is die. Hey, tik hem aan, tik hem aan. We zijn van de nul af. Hoppa. Doe me goed. Yes. Ja, de man. Yes. De bakkenvanger. We zijn van de nul af. Toch voor slapen gaan, toch even vissen. Lekker, ja. En we gaan lekker slapen. Volle maan, hè? Ja, volle maan. Volle maan, hetzelfde recept. Tjotje, beetje hennep. Ik ga je lekker helpen. Oh. En dan gaan we. Ik ben doorweekt, maar we gaan ervoor. Let's go. Ha. Yes, het bakje weer gevuld met hennep en tijgers. Tjotje. Die hangt weer aan. Hennep! Altijd een PVA-schermpje erop. En dan vis ik hem hier met van die tungsten beads. Zodat hij op de bodem zinkt. En dan eigenlijk gewoon alleen met nylon overheen. Dus een naked shot noemen we dat. Geen fluorocarbon, geen redcore, geen reader. Gewoon lekker puur shotje. En dan centimeter of 60 of zo. 60, 70 tot mijn rood. That's it. Dus we gaan weer lekker op hetzelfde pakje terugvaren. Hopen kunnen het... Krepje van de kamer nog vinden, want die zijn we onderweg gevroren toen Daniel zijn valpartij had. Ja, en dan, bizar. Dan gaan we de hopen nog even vangen. Vertrouwen is terug. Ik had weinig vertrouwen. Daan? Ik had veel vertrouwen en we hebben er één gevangen voor stapel. Ja, ik denk dat het bij jou ook wel in komt nog. Ja, dan, vis je ook met pop-ups? Ik gun jou van alles, hè. Ik gun je van alles. Vis jij met pop-ups of niet? Ik vis niet met pop-ups. Oh, nou, dan komt er niks. Single bol uit tegenhouten. Ai, ai. Nee, dan komt hij niet, hè. Nee, we gaan het zien, jongens. Ratten. Nee, jongens. Hè? Hij ging volgens af, hè? Het ging opeens harder regenen. En opeens gaat hij, hè? Nee, hè? Niks. Zonde, man. Sander. Echt? Sander. Nee, joh. Ah, hij schoot meteen los. Volgens mij. Nee, brak hij? Ja? Nee, onder die boom vast. Ja, hij stond echt krom. Zo, meen je niet. Lekker wakker worden met DFS-team.
Wat een drama, joh. Boer met kiespijn. Boertje met kiespijn. Zo gaat je hengel, krijg je een week op kool. Pak de eerste verkeerde hengel. Nou, die zit in de boom vast, er zat helemaal niks aan. Lijntje gebroken. Gaat in één keer die andere hengel er vandoor. Nou, je zag het net op film. Ik pak hem en als daar de spanning op stond, bam, vrij geknapt. Dat is echt zonde, hoor. Ah, zo. Dit is lekker wakker worden. Zit in zulke bakken. Heel de nacht gezeten voor niks. Niet, in plaats van één bak, ben je twee montages kwijt. Ja, dat is wel een dikke, hè. En het regent, we moeten nog een fotoshoot doen. Ja. Leuk drama. Nou, ook lekker weertje voor de fotoshoot. Rende. Het zit niet mee. Hey, ouwe Rukert. Hey, goedemorgen jongens. We zijn weer wakker. Het is nu 9 uur. En eigenlijk, het is wel jammer, want het regent de hele tijd eigenlijk wel een beetje. Ja. Het is, nu is het een beetje droog. Maar daar is beide hengels staan op de kant. Je zag wat er gebeurde. Ja, dramatisch, dramatisch. Eigen drama. Ja, ik wil ze nog wel ingooien, maar dan gaat het binnen een uurtje weg, dus ik denk dat het zin heeft. Ja, eigenlijk was het plan om nu een fotoshoot te gaan doen. Ja. Het was eigenlijk veel te regenachtig. Ja. En, lekker zonnetje erbij. Weinig zon, dus dat wordt hem niet. Ik ben zo boos, niet normaal. Ja, zonde man. Ik werd wakker, ik was zo blij als een klein kindje die zijn eerste lolly in zijn leven kreeg. Ik ging naar die hengel toe, deed ik even een marktkraaltje, pak de verkeerde. Ik denk, nou, dan pak die andere maar. Hoppa, binnen 1 seconde pak die. Ja, ja zonde. Dus ja, ik ga nu even een tosti bakken, denk ik. Ontbijtje. En gaan rustig opruimen. Dan gooi ik mijn spullen op de trolley. Even 50 meter open in een auto. 100. En dan ben ik op zich droog. Daan helemaal lekker terugfietsen naar zijn hometown. Ja, ja, ja. Dus dat is ook wel gaaf, hè? Maar vannacht weer een nacht hier met chitten. Ja, ja, ja. Vannacht gaat hij met chitten. Ja, dus ja, dat is ook wel gaaf. De hele week reft hij nu. Zo is het. Het is helemaal goed. Zo jongens, het is 9 uur geweest. 5:09 om eerlijk te zijn. En ja, lekker hamburgertje. Hoor je een bijtje of niet? Ja, jij bent boos, nog steeds. Nou jongens, ik heb geen water mee. Ik moet toch mijn krimkruis shrinken. Dus ja, je ziet het al liggen, het is een beetje geel. Bullet! Hij is gek. Hij is gek. Er is een tijd verkomen en er is een tijd vergaan. En we gaan er nu vandoor. De tijd vergaan is nu gekomen. Aan opruimen, het is 9:30. Ja. Even omheen gekomen net. En de regen is een beetje voorbij. Spijtig. Oh, ik ben lekker wakker geworden ook vanmorgen. Het gaat zo meteen weer regenen. Ik mag fietsen, 7 kilometer. Ja, ik met de auto. Beter even. En let's go. Yes, je ziet het goed. Er wordt hard gewerkt, opgeruimd, aan de stek. En we gaan er vandoor. We gaan er vandoor, zeker, zeker. Ja, het is aan het regenen. Wietse die moet werken als het goed is. Ja. Ik moet weer knallen in de sportschool, weer lekker gaan vissen, zo meteen met chitten. Zo is het. Volg ook weer een video van. Yes. Helaas eentje speelt. Wietse eentje toch een mooie gevangen. Zo is het. Lekker, dus lekker. We zeiden nog van... geen video. Dus ja, je weet het. Doe even een blauwe duim omhoog. Abonneer voor meer hier beneden. Elke dinsdag weer een gloednieuwe video. Zo is het. 3:30 op je beeldscherm. Nee. En we zien jullie dan. Later. Houdoe.